De drie woorden die passen bij Tila. Ik denk in ieder geval enthousiast. Inspirerend. Echt een powervrouw. En positief. En vrolijk. Ja, dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Nou, ik heb altijd een hele grote behoefte gevoeld om mensen beter te begrijpen. Waarom doen we wat we doen? En waar komen al onze gedachten, onzekerheden, twijfels, waar komen die allemaal vandaan? En tijdens mijn studie vielen eigenlijk heel veel puzzelstukjes op zijn plek. En ik dacht toen eigenlijk al snel van dit moeten veel meer mensen weten. En vanuit dat gevoel ben ik docent geworden. Tijdens mijn onderwijs probeer ik de belevingswereld van studenten centraal te zetten. Dus ik vraag me altijd af, wat houdt ze bezig? Wat valt ze op? Het helpt heel erg, omdat de lesstof dan tot leven komt. En studenten ook zien van, hé, dit is echt heel erg belangrijk. Dit is echt nuttig. Ik denk dat het ook helemaal prima is als studenten zich ook vermaken. Dat het gewoon leuk is, dat ze plezier hebben tijdens het onderwijs. En dat motiveert hen niet alleen maar om die college te gaan volgen, maar het helpt ze ook om de stof beter te onthouden. Dus dan sla je eigenlijk twee vliegen in één klap. De afgelopen 2 jaar ben ik ook gaan experimenteren met de vorm van mijn onderwijs. Ja, de pandemie heeft hier ironisch genoeg eigenlijk kansen bij geboden. Want we zitten nu niet meer vast aan het klassieke hoorcollege. Ik heb ervoor gekozen om mijn hoorcolleges op te delen in kortere kennisclips. Als ik die video's opende, dan was ze eigenlijk gewoon zo enthousiast aan het vertellen over het onderwerp. En echt, ja, gewoon de energie die spatte van het scherm af, zeg maar. En dat was gewoon heel prettig om naar te kijken. Ik denk dat ik Tila best wel inspirerend vond, omdat ze voor mij een beetje de eerste persoon denk ik was in mijn studie waar ik op een bepaalde manier tegenop keek of wie ik wel zou willen zijn. Dus zij had een functie waarvan ik dacht, wow, dit is echt wel gaaf. Al haar onderzoeken spreekt me heel erg aan. Waarom gaat de een sneller vreemd dan de ander? Dit is de Universiteit van Nederland. En als we kijken naar de motivatie van onze kandidaten, dan is er toch wel, er is heel veel variatie. Maar uiteindelijk komt het allemaal op hetzelfde neer. Namelijk dat ze op zoek zijn naar iemand die echt bij ze past. Tila is heel betrokken bij de studenten. Ze leeft zich heel erg in hun belevingswereld. En ze vindt hun welzijn ook heel erg belangrijk. En dat merk je aan alles. Tila Pronk is een hele sprankelende persoon. Met heel veel enthousiasme voor haar vak, heel veel passie. En ik vind ook als je haar ontmoet, dan vergeet je haar niet meer. In mijn onderwijsvorm sta ik er altijd bij stil dat de studenten uit die passieve rol moeten komen. Ze moeten zelf actief aan de slag. Dat doe ik door ze bijvoorbeeld vragen te stellen en kleine psychologische testjes uit te voeren, waarbij ze tijdens het hoorcollege ook echt aan de slag gaan. Ik merk dat dat heel goed werkt, want de studenten die nemen de stof veel beter in zich op en het blijft ook beter hangen. We krijgen zulke goede recensies over Tila. De studenten die houden van haar, want ze geeft gewoon een geweldig goed college. Dus daarom willen wij haar als college van bestuur voordragen. Nou, ik heb mezelf als docent altijd uitgedaagd om mijn eigen stijl te vinden, mijn eigen visie over te dragen. Door niet alleen maar kennis over te dragen, maar ook mijn passie te delen en mijn verhalen te vertellen. En deze nominatie geeft me eigenlijk het vertrouwen dat ik op de goede weg ben. En daar ben ik echt heel erg dankbaar voor.